In Suriname vertoeft momenteel een top Braziliaanse militaire delegatie. Deze delegatie heeft op vrijdag 3 september 2021 haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Aan het hoofd van deze afvaardiging staat generaal Augusto Heleno Ribeiro Pereira, vooraanstaand veiligheidsfunctionaris van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De delegatie had eerder op de dag een kennismaking met minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Wij brengen u de volgende reportage. Deze missie was een hele hoge militaire en veiligheidsmissie van het kabinet van de president van Brazilië. En we hebben dus gesproken over allerhande gebieden van samenwerking tussen de beide landen. We zijn binnen Latijns-Amerika, krijgen we de meeste trainingen van Brazilië. Op alle niveaus, op het niveau van onderofficieren, maar ook op het niveau van officieren. Heel veel van onze militaire officieren zijn in Brazilië getraind. En dat gaan we bestendigen. We hebben eigenlijk elk jaar een meeting. We praten ook over technische bijstand op specifieke gebieden. Cybersecurity is een gevaar, een bedreiging voor alle landen. We hebben de transnationale criminele organisaties die actief zijn. We hebben illegale drugshandel. We hebben net een paar dagen geleden gezien de vangst of de onderschepping van drugs in het noorden van Paramaribo. Een heel belangrijk onderwerp is informatieuitwisseling. Wat we hebben gezien in de afgelopen periode is dat er linken zijn met organized crime, georganiseerde criminaliteit. Je ziet drugsdroppings, je ziet een link recentelijk ook in de publiciteit gebracht van vliegtuigen in beslag genomen in Brazilië, droppings die hier plaatsvinden. En wil je dan het groter plaatje zien van hoe ziet die organisatie eruit, die criminele organisatie, dan zal je met elkaar moeten samenwerken en je zal die informatie met elkaar moeten delen. De bedoeling is dat de president van Brazilië hier in januari komt. Als alles goed zit met COVID uiteraard. Wanneer dat zo is, dan zullen we verder de nieuwe vorm van samenwerking vastleggen. Tussen de drie presidenten, tussen de drie landen. Maar met olie en gas, met heel wat industrieën, samenwerken op het stuk van energie, op het stuk van milieu, maar ook op het stuk van investeringen, infrastructuur. Het openen van West-Suriname en Oost-Guyana is belangrijk en noordelijk Brazilië. Dus er is enorm veel te doen. Wij moeten nu gaan denken niet alleen aan wat binnen onze grenzen gebeurt, maar ook wat samen met anderen buiten onze grenzen gedaan kan worden. De nieuwe dreiging, als u weet, is dat we eigenlijk in een wereld wonen waar het eigenlijk heel erg moeilijk te voorspellen is. En COVID heeft dat ook bewezen, dat heel moeilijk te voorspellen is, maar dat die dreiging zodanig is dat het je heel land, alle instituten en alle maatschappelijke processen eigenlijk helemaal bijna stillegt. Hè? Dus het is heel belangrijk dat we samenwerken. Wat je wil als nationaal leger en als defensie is dat je capaciteit hebt, goed getrainde mensen hebt en middelen hebt. Of het nou is mobiliteit in de lucht of op water of in het land om je binnenlandse veiligheid te garanderen. Ja, de delegatie was op federaal niveau, direct heel dicht bij de president. Want er is een minister gekomen en die ook tegelijkertijd generaal is.
En er is nog een andere generaal gekomen, er is een admiraal gekomen. Maar het zijn allemaal op het bureau van op het kabinet van de president van Brazilië. En daarna zijn er dus wat ambassadeurs gekomen en hoge officials. Zo zag de delegatie eruit. Dus wat ondersteunend personeel. Meeting die we hebben komende week op defensieniveau is eigenlijk op het niveau van een deelstaat. Dat is echt de staat die grenst aan Suriname en waar het heel belangrijk is om ook mee samen te werken. Maar deze delegatie die is gekomen is echt op het niveau van de president.